zo dicht mogelijk bij de waarheid komen, moet je denk ik zoveel mogelijk aspecten bekijken. Er zitten theologische kanten in mijn boek, psychologische kanten, historische kanten, mythologische kanten. En dan probeer je zo op verschillende manieren de werkelijkheid te benaderen. Een van de punten in mijn boek is dat de christenen op het einde van die 3500 jaar dingen overnamen van de Egyptenaren, zonder dat ze beseften dat ze 3000 jaar eerder door de Egyptenaren waren beschreven. Men kende namelijk die hiërogliefen niet meer in die tijd, men kon die teksten niet meer lezen. Dus in de tijdgeest was er iets aan de orde, zonder dat men wist waar vandaan het kwam. De christenen hebben in hun evangelies, in de Bijbel, allerlei mythen, symbolen, sprookjes, verhalen. Ik weet goed dat de christenen dat zelf soms geen mythes vinden. Die vinden dat dogma's, waar gebeurde zaken. En in feite zijn het beelden, symbolen, waar we nu van achter komen, dat ze al lang en breed bestonden bij de oude Egyptenaren in hun mythe, in hun sprookjes, in hun manier van tegen de werkelijkheid aankijken. Kijk, weet je wat hier op de boek staat? Hè? Dat is een obelisk met een kruis erop. Hè? Die staat op de Piazza del Popolo in Rome. En op het Sint-Pietersplein zijn ook zo'n obelisk. De paus die hem heeft opgericht in de 16e eeuw, die heeft gedacht, ach dat heidendom. Wij zetten daarboven een groot kruis op, wij triomferen. Dit is allemaal flauwekul van vroeger. Dus we zijn dat erboven. Maar ik heb hem erop laten zetten dat het precies tegenovergesteld is. De obelisk is het fundament van het kruis. Dat kruis in de lucht kan komen en in de wolken komt omdat het ondersteund wordt door een eeuwenoude evolutie van volkeren, van gedachten, van culturen. Het is precies tegenovergesteld. Maar zo kijkt de christenen niet in. Hij zegt gewoon, het Egyptische Rijk is nog helemaal, dat waren allemaal dierenvereerders met hun krokodillen en hun nijlpaarden. Het stelde toch allemaal niks voor. En Van den Berg kan dat wel allemaal wel zo mooi zeggen. En in feite klopt het niet. Dat klopt niet. In feite is dit allemaal voorbij en het christendom bestaat dan nog wel 2000 jaar, maar dat is voor de eeuwigheid en dat gaat door. Weet je, ken jij het verhaal van Galilei, die dus zei dat de zon stilstaat en de aarde om de zon draait, hè? Die bijna zijn leven heeft om dat gekost, hè? Wat zeiden de kardinalen? Die zeiden, wat is dat voor flauwekul? Dus jouw vraag was, waarom is iets wat zo voor de hand ligt, wordt het niet geaccepteerd? Die kardinalen zeiden tegen Galilei, het is helemaal onzin wat jij daar zegt. Want wij zien gewoon de zon elke dag een bocht maken. Wij hoeven niet in jouw kijker te kijken. En als je dan zegt, maar kijk dan toch eens in mijn kijker, dan zie je dat de zon stilstaat. En weet je wat ze toen zei tegen hem? Dat komt dat die kijker van jou niet goed is. Daarom blijft de zon daarin stilstaan. Je moet een betere kijker maken. En zo kijken ze er helemaal tegenaan van, hij snapt er niks van, deze theoloog, met zijn jong en met zijn onbewuste en met zijn beelden en symbolen. Wij hebben gewoon geopenbaard gekregen dat het zo is. Maria is werkelijk een maagd en een moeder tegelijk. En dan zeggen ze rustig, en al die andere is flauwekul, zijn allemaal van die sprookjes. Hij heeft wel gelijk dat een Egyptisch sprookje is, maar bij ons is het echt. Dus het duurt maar door. Er is maar één mogelijkheid dat dit oplost, en dat gebeurt ook, dat deze kerken gewoon verdwijnen. En die zijn ook aan het verdwijnen. Wie, welke jongeren, enzovoort. Die is zo bekrompen. Dus wat hoop je? Ik hoop wel dat ik het een beetje open kan breken. En dat er theologen zijn, en die zijn er, theologen zijn er wel, die zeggen, dat is interessant. Maar officiële kerkstructuren, die zitten zo verkrampt in elkaar. Pas in de 90er jaren van de vorige eeuw zijn pas de studies verschenen van Egyptologen die christelijke dingen naar boven halen. Nou, dat is 20 jaar geleden. Dus in die zin zijn we er vlug bij, als je snapt wat ik bedoel.